verhalen vertellen. Misschien denk je wel, maar dat is helemaal niet aan mij besteed. Het mooie is, iedereen kan het. Iedereen kan kleine technieken leren, maar vooral ook zijn eigen verhalenbron aanboren in zichzelf. Want jij en niemand anders bent de grootste inspirator tot de verhalen die jij kan vertellen aan de mensen die dat willen horen, zien, lezen, in welke vorm dan ook. Het is waanzinnig mooi als je kan gaan kijken naar jouw eigen leven, naar de gebeurtenissen in jouw leven, de kleine, de grote, de dieptepunten, de hoogtepunten en wat het jou gegeven heeft. En als je niet weet waar je moet beginnen, dan kan je daar heel makkelijk met bepaalde vragen mee aan de slag. Dan kan je gaan inzoomen op jouw leven. Terugkijken. Lang geleden, kort geleden. En dan kan je ook een rode draad gaan zien. Want echt, mensen, wij zijn verhalendieren. En als we onze verhalen gaan delen, dan ontstaat de verbinding met jezelf. En ook met de ander. En wie wil dat nou niet? Het mooie is, toen ik de verhalen die echt voor mij van waarde waren, de gebeurtenissen die voor mij zo'n verandering hebben gebracht in mijn leven, toen ik die ging delen, toen ontstond er zo'n kracht, je kan het leiderschap noemen, in mezelf. En het meest waardevolle, er ontstond ongelooflijk veel zelfliefde. En dat gun ik iedereen.